Yo mensen en welkom bij een nieuwe video. Deze keer ga ik naar een afgesloten privéwater van familie van mij. De laatste tijd zijn de vangsten op het kanaal erg slecht, dus daar komt nu geen video van. Ik ben heel erg veel aan het blanken, dat is echt gewoon super jammer. Maar ja, hoort er natuurlijk bij, ik ben heel eerlijk tegen jullie, ik blank ook. Maar ik ben nu onderweg naar het water, het is nog ongeveer een half uur rijden. En ik ben daar al een keer eerder geweest. En hele oude kijkers van mij zullen het water herkennen. Ik heb er ongeveer 3 à 4 jaar geleden een video opgenomen. Toen heb ik daar geen karpen gevangen. Mijn tweelingbroer heeft er wel eentje gelost. Ik ben nu ook al met mijn tweelingbroer. En we gaan er alles aan doen om een karpen te vangen. We gaan verschillende technieken proberen. Ik denk dat de vissen in de oppervlakte zullen liggen, want het is ongeveer 30 graden, het is super heet. We gaan oppervlakte vissen, we gaan tentvissen, we gaan misschien zichtvissen, we gaan statisch vissen. Alles proberen. Ik hoop dat het lukt. Heel veel plezier met het kijken van deze video. Zo mensen, we zijn aangekomen bij het water. Het ziet er fantastisch uit. We hebben even een observatieronde gelopen en er ligt super veel vis. Ik heb ook spiegelkarpen zien liggen. Ik wist zelf niet dat deze vissen er zaten. Dus echt super vet. En we moeten wel echt super stil zijn. Ik ben met mijn tweelingboer. Ze liggen achter een lelieveld aan de oppervlakte te happen. Dus ja, dat kan maar één ding betekenen. Oppervlakte vissen. Mijn broertje gaat het eerst proberen, daarna ga ik. We gaan dus met de oppervlakte, met de broodkost. En als hij er eentje heeft gevangen, dan ben ik aan de beurt. Ik ga even laten zien hoe hij het gaat aanpakken en ik hoop dat hij er meteen eentje vangt. Ben benieuwd. Zo, met de broodkost is het niet gelukt helaas. De vissen zijn te schuw. Ik heb wel één vis gehad die mijn broodkost even proefde en daarna per direct uitspuugde. Ik heb nu mijn twee statische hengels ingelegd, allebei zonder wakeltje met een super slap lijntje. Eentje vis ik op een heel klein voerplekje met maïs en hennep. En dan heb ik mijn slow sinking veekorenrichtje aan zitten, die jullie denk ik wel kennen. En mijn linker hengel met een hinstiffe rig, gewoon singlehookbait, ergens onder een overhangende tak. Die hengel krijg ik wel heel veel lijnzwemmers, dus ik zit eraan te denken om die hengel iets dichterbij te gaan vissen. Want die lijnzwemmers is duidelijk karpen en geen vorm wat hier heel veel zit. Nou ja, we zijn pas een uurtje aan het vissen en toch wel wat actie gehad. Ik weet zeker dat de karpen op de kant gaat komen. En stiekem hoop ik zo'n klein spiegeltje, want die zijn echt bloed en bloed mooi. Het is gewoon natuurlijke paai, die zijn never nooit uitgezet. Dus ik ben benieuwd of het wat gaat worden. Mijn broertje is ondertussen een stukje verderop aan het kosten. Ik hoop dat hij natuurlijk ook een paar mooie vissen vangt. Ik slaap vannacht gewoon hier, op het pad, met mijn stretchje. Ik ga geen plu of tent opzetten, vind ik onzin. Ik slaap gewoon lekker in de buitenlucht en ik vis potdichte hengels, dus ik slaap lekker achter mijn stokken. Hier nog een klein overzichtje van het water. De achterloop nog een stukje door. Heerlijk. Nou, veel springende vis zoals jullie zien. Nu alleen nog even een karpen die mijn pop-upje of mijn veekorn wil oppakken. Ik spreek jullie zo weer. Dat is een mooie vis, mensen. Klein schubje. Of is het een spiegeltje, Julian? Spiegel. Waar heb je je kostje liggen? Oké. Okay. Nou,
Nou, deze vis heb ik ook al een paar keer proberen te vangen. Het is een heel mooi spiegeltje, maar deze doet helemaal niks. Hij eet in ieder geval niks. Maar ja, omstandigheden is dat niet heel goed. Geen wolkje aan de lucht en een luchtdruk van 1035. Dat is niet echt wat je wil hebben. Maar we gaan vangen, of niet, Julian? Precies. En weg is het karpetje. We blijven maar voeren, mensen, want de ruisvogels hebben duidelijk de overhand op de stek. Nog geen karp op de pen. Maar dat komt misschien nog. De ruisvogels vreten alles op. Hopelijk komt er vanavond nog een karper langs. Nou, dat zijn de boosdoeners tot nu toe. Hele dikke ruisvogels. Zo, het is bijna donker. Nog steeds geen karper gevangen aan jullie horen. Ruben Pels op de achtergrond. Livestream kijken, altijd fijn. Ik zal hem even op pauze zetten. Nou, de hengels liggen allemaal klaar voor de nacht. Het wordt zo donker. We gaan straks bij het kampvuur zitten en dan hoop ik dat we vannacht een vis vangen. Ik hoop het echt. Want na 4 jaar weer terug op deze plas wil ik het dit keer wel goed doen. En wel met een karper naar huis gaan. Jullie gaan het meemaken of ik vannacht karpen vang of met twee minuten. Zo mensen, goedemorgen. Oh, wat een week op kal. Net een minuut wakker. En mijn linker hengel die vliegt er vandoor. Mooi schubje. Zo, wat een week ook al. Nou, deze ga ik even zien te landen. En die jullie eruit terug. En goed nieuws, want mijn rechterhengel is vannacht ook afgelopen. 2 vissen. En die rechterhengel niet normaal. De vis die ik het allerliefst wou. Die zit in de zak. Ik ga hem jullie zo zien. Ik heb hem een half uurtje geleden gevangen, die andere. Dus 2 vissen in een hele korte tijd. Super. Yes, dit is ook een visje die ik gisteren al heb zien zwemmen. Heel groot van kleur. Ik dacht eerst dat het echt een kooi was. Maar perfect gaat. Mooi zo. Volgens mij komt over 10 minuten de zon op. Dus dan kan ik even mooi om laten zien aan jullie. Tot zo. Gaat nog een heel mooi, jongens. Hoppakee. Lekker bezig, Julian. En blokken, want daar gaat de ladies in. Los. Is hij los? Ja. Jammer. Ik heb ook 2 runs gehad, allebei gelost. Wauw. Zo, dit is het tweede schulkarpetje. Nou ja, een keer wat anders dan normaal. Normaal altijd op het kanaal. Dit keer gewoon een makkelijk afgesloten watertje. Ik ga jullie straks nog even kort wat vertellen over de richtjes. Hoe ik hier vis, want het is een hele dikke sliplaag op de bodem. Anders dan op het kanaal. Maar we hebben ze toch te pakken gekregen. Chokey B! Mensen, ik ga jullie even kort wat vertellen over de richtjes die ik heb gebruikt. Toen we hier aankwamen hebben jullie gezien dat we het eerst met de korst hebben geprobeerd. Nou, dat is niet gelukt. Ik heb 1 schub gehad die mijn korst meteen heeft uitgespuugd. Daarna zijn we gaan nadenken van hoe gaan we deze vissen te pakken krijgen. En het was niet makkelijk, dus we hebben alles geprobeerd. We hebben zigrichts geprobeerd, we hebben chotrichts geprobeerd. En uiteindelijk was een sleutel tot succes, de fake kornrichtjes. We hebben denk ik wel 3 à 4 kilo mais moeten voeren door de ruisvorens. Die zaten volop mais. En we konden dus niet gewoon met normaal mais vissen.
Dus ik heb een paar richtjes geknoopt. Dus eigenlijk normaal de snowman richtjes die ik gebruik. Alleen dan als haakaas. Twee pop-up maisjes. En daaronder had ik een knijplootje. Nou, die is er net afgegaan tijdens de drill. Maar die zet ik dan net voorbij de haakbocht, zodat die net boven het water zweven. Nou, die zuigen ze natuurlijk super makkelijk binnen. En de ruisvogels kunnen die dingen niet kapot krijgen. Ik heb daar bovenop heel veel tijgenoten gevoerd. Want die mais worden natuurlijk in de nacht opgegeten door de ruisvogels. Maar dat heeft natuurlijk wel een paar mooie vissen opgeleverd. En ik had nog één vis op de chotrig. En die had ik gewoon op een geel tutti frutti pop-upje. Mijn broertje heeft ook twee runs gekregen. En eentje daarvan was op het veekorenrichtje. En die andere, dat was gewoon op de krilboilie. Dat had ik totaal eigenlijk niet verwacht. Want hier is eigenlijk nog nooit gevist. Eén keertje door mij en voor de rest nog never nooit. Want hier kan je gewoon niet zomaar komen. Het is gewoon in het privéwater. En mijn broertje heeft behoorlijk wat krilboilies onder een boom gevoerd. Heel veel verkruimeld en gehalveerd. En hij had als haakaas een snowmannetje. En alsnog heeft hij daar gewoon een volle fluiter op gekregen. Helaas gelost. Die los hebben jullie vanochtend gezien. Maar ja, dus die hebben ze ook lekker snel geaccepteerd. Dus we hebben van alles geprobeerd en dit was de sleutel tot succes. En ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Want dit soort vijvertjes, het lijkt moeilijk. Maar het is gewoon super makkelijk om hier vis te vangen. Iedereen kan dat. Je moet gewoon goed nadenken hoe je die vissen te pakken wil krijgen. Hoppa. Toch nog. Hoppakee. Weer een schubkarpertje. Ja, run nummer 5. En dit wordt hopelijk vis nummer 3. Hier lang kan je me net aan. Het is behoorlijk langer nog. Dit is grootje, ja. Ja, dit, ik heb er eentje gevangen hier net. Ik had echt niet meer verwacht nu. Nee, dit is een goede timing na het ontbijt. Ja. Ja, dit hadden we niet verwacht. Normaal gebeurt het ook niet. Zo. Wat ben, heb je een camera bij, hè? Nee. Niet daarheen, ik wou zeggen. Het is morgen een dikkertje hoor, joh. Nee. Yes, nice. Dit is de laatste van de sessie waarschijnlijk. Klein schubje. Weer op het fake korrelrichtje. Twee pop-up maisjes. Klein knijplootje eronder. Staat perfect. Heel mooi gehaakt weer. Super mooi visje. Zo mensen, dit is het einde van de video. Ik heb erg genoten van de sessie. Drie mooie vissen gevangen. Ik heb van jullie veel vragen gekregen of ik een keer op zonwater zou gaan vissen. Nou, dit was voor mij een ideale mogelijkheid om dat te doen. Binnenkort weer sessies op het kanaal. Ik hoop dat de vangsten weer vooruit gaan, want de laatste tijd is het echt dramatisch. Sorry van de wind, maar ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Laat een like achter als je de video leuk vond. Laat een reactie achter als je het wilt. En abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later. En dan gaat hij al. Oh, oh.